Yes. Wow, bro! Yes, wat? Bro! Wat? Vet. Oh mijn god! Oh my god! Zien jullie dat? Dames en heren, serieus, dit is f***ing bizar. We hebben allebei nog één kans. Als jij nu een betere kaart hebt dan ik, dat zou wel heel erg mooi zijn. Dan spelen we gewoon gelijk. Als jij deze wint van mij, spelen we gelijk. Dit is wel echt super bijzonder. Ik denk dat wij gewoon even een wedstrijdje erin knallen. En dat doen we dan op de volgende manier. We gaan er gewoon voor zorgen dat... Ik zal deze even ietsjes lager doen. Ik heb dit nog nooit gedaan. Nee, je hebt dit nog nooit gedaan? Die battles en zo. Oh, die battles en zo. Geen idee. Ja, dat is juist wel lachen, die battles. Daar gaan we even wat moois voor doen. Oké, we hebben hier dus bijvoorbeeld... Laten we beginnen met waar we het minst van hebben. Dat is die Evolving Skies. Daar hebben we het minst van. Even kijken, is deze voor jou? Ja. Die Evolving Skies, daar hebben we maar 4 pakjes van. Dus hier doen we wel even een voorbeeld mee. Je mag er 2 kiezen. Ja? Oké, is prima. Nou, lekker makkelijk. Ik heb wel de 2 vetste, moet ik zeggen, die hierop staan. Maar... Dat vind ik dus niet. Anders had ik deze niet gepakt. Jij hebt wel Rayquaza. Dus die is wel heel vet. Als ik hem zo goed uitspreek, weet ik niet zeker. Maar die is wel heel gaaf. Maar die toren, daar snap ik echt geen drol van. Maar wat we dan doen, is het volgende. Birger, dankjewel voor je gifted sub en Esther. En Liftboer, dankjewel voor je suppie. Oké, je pakt 1 Pokémon pakje. En dan ga je hem openmaken. Zo leuk. Ja, dit wordt echt gezellige boel. Ik heb het echt nog nooit überhaupt zoveel Pokémon kaarten gezien. Nog nooit zoveel. Nee, dit wordt echt lachen. En dan maak je hem altijd met de achterkant maak je hem altijd open. Zodat je de eerste Pokémon kaart ziet. Dat maakt niet zoveel uit. Dit is Psyduck. En wat je dan doet, is die kaart die eronder zit... Oh, jij bent nog bij het openen. Ja. Gaat niet zo snel. Even die... Dat maakt niet uit. Ja? Ja, dan heb je hem nu goed opengemaakt inderdaad. En dan haal je de onderste zo de onderweg. Die leg je gewoon opzij. Juist. En dan draai je hem om. En dan doe je 1, 2, 3, 4. En die draai je dan eronder. 1, 2, 3, 4. En die doe je dan helemaal eronder. En dan zorg je dat ze goed strak zitten. En dan draai je ze om, zodat ze niet kunnen zien wat er onderaan zit. Niet zien wat er onderaan zit. Juist. En nu is het zo dat aangezien wij dezelfde serie hebben van de Pokémon kaarten... dat wij dezelfde Pokémon kaarten kunnen krijgen. Ja. Nou, de regel is dat als je dezelfde Pokémon kaart krijgt, dan moet je ruilen. Dus stel voor, ik had nu ook een Energy gehad, dan moesten wij ruilen van pakje. Oh, als pakje, ja. Ja, en zoals je hierboven ziet staan, staat daar een Noel en Enzo. En dat is een score. Ja, ik... Kijk, zie je? Oh. Ja. Okay. Die score bedoel ik. Ja. Dankjewel, Tim. En het staat 0-0. Ja. Nou, wie wil jij winnen? Maar hoe win je? Nou, door een betere kaart te hebben dan de tegenstander. Dus we doen het voorbeeld, oké? Okay? Ja. Dus zorg dat de hand goed zichtbaar is. Ja, de hand is goed zichtbaar. Kan wel ietsjes meer hierheen anders. Zo, prima. Ja. Oké. Oeh, kijk, we hebben allebei een paarse, maar we moeten echt dezelfde Pokémon hebben. Dus we gaan door naar de volgende. Ja. Gaan weer door naar de volgende. Oh. Oké, dat is niet de bedoeling, maar het komt goed. Je bent pas net begonnen. Ja, ja. Nou, daar is mijn Psyduck. Weer naar de volgende, Eevee. Oké, en als we dezelfde hebben, moeten we dus ruilen. Wel weer een paarse, maar niet dezelfde Pokémon. Oh, hey! Daar hebben we de Pikachu, dames en heren. De allereerste Pikachu. En dan hier hebben we weer niet dezelfde. Nu komen we aan op de reverse kaarten. Reverse betekent dat alles zeg maar shiny is behalve het midden. Ja. Als alleen het midden shiny is, is het een holo. Dan weten jullie dat ook weer. Dus dit is een reverse. Na de reverse is de allerlaatste kaart is altijd de meest zeldzame. Dus als jij nu een hele goede kaart hebt en ik niet, dan heb ik verloren. Nou, ik heb niks bijzonders. En jij hebt... Een holo. Juist. Dus nu heb jij een punt. Want jij hebt een holo en ik heb helemaal niks. Ja, ik heb alleen een reverse, maar dat had jij ook al. Dus dit betekent dat jij... Is een mooie kaart trouwens, de Articuno. Ja, die ziet, ja, als je zo hard schudt, gaat hij wegvliegen ook. Oh, ja. Gaat vandoor. Dus nu is 1 punt voor jou. Okay. Ik zal nog even sleeves erbij pakken. Dan kunnen we dat even in een mooi jasje doen. Ja, goeie. Zo. En dan doen we alle holo's gewoon in een sleevey. Ja, niet alleen alle holo's. Kijk, hier heb je eigen zakje. Niet alleen alle holo's, ook alle reverse. Oké. Okay. Dus wat ik altijd doe, ik maak altijd een lekker mooie systematisch programmaatje naast mij. Ik leg die hoesjes, ik doe ze niet aan. Die leg ik hier neer. Kijk, dan doe ik die reverse erin. En die reverse die leg ik hier neer.
En dan die normale kaarten, die leg ik op een stapel ernaast. En als ik dan een holo en reverse kan je op elkaar leggen. Mm-hmm. Maar stel voor je hebt echt een mega bijzondere kaart, leg je die weer opzij. Maar als je een mega bijzondere krijgt, dan hoor je mij wel schreeuwen. Of misschien jij schreeuwen. Of... Dus deze mag je gewoon op elkaar doen? Ja, nee, deze doe je gewoon... Nee, je moet wel één kaart per hoesje doen. Oh, oké. Okay. Ja, of een hoesje per kaart. Je beeld is niet scherp, of ligt dat aan mij? Dat ligt serieus aan jou, want het beeld is super scherp. Het kan zijn aan je internet, het kan ook zijn dat je de pagina even moet refreshen, maar dat ligt in ieder geval niet aan mij. Hobies Pretext, dankjewel voor je sub, dankjewel voor het supporten. Veel mensen vragen of Noël kaal is. Dat zie ik heel veel inderdaad. Ja, dat zie ik heel veel in de chat. Is Noël kaal, is Noël kaal. Gaat zien in de vlog. Hey, goeie, goeie. Ja, toch? Over twee dagen te zien in de vlog. Ja. Oké, volgende Evolving Skies. Ja. Dus nogmaals, je maakt hem open met de onderkant van het pakje, zodat je alleen de Pokémon ziet. Ja. Dan haal je deze er tussenuit. Dan draai je hem om. Ja, juist, draai hem om. Doe je 1, 2, 3, 4. Hou je ze bij elkaar, draai ze om en dan heb je een mooi stapeltje. Mooi stapeltje. Oké, en als wij dus dezelfde kaart hebben, moeten we ruilen. Ja. Dat is zeg maar waar het, wat het ding is. Oké, kunnen we een beetje een hype krijgen in de chat? Echt, hè? Enzo, je YouTube-video, je vlog is nog maar 360. Ja, dat komt omdat hij om 5 uur pas geüpload was. Dus hij moest nog verwerken. Hij is nu als het goed is nog steeds aan het verwerken. Ja, de HD-versie is nog aan het verwerken. Maar kom op, dames en heren. Beetje hype in die chat, hoor. Kom op, man. Noël was voor de eerste keer erbij. Kom op, laat die kaarten zien. Lekkere lollipop, een lucky ice pop. Wat heb jij? Een vogeltje. Hey. Oeh, als we die hetzelfde hadden. Oh, dan moesten we echt wel ruilen. Kom op, hè. Kom op, Noël. Laat even dat mooie kaartje zien. Je allereerste epische kaart. Oké, nu hebben we allebei de reverse. En je weet het, na de reverse komt de... Holo. Of een zeldzame. Of een zeldzame. Holo kan zeldzaam zijn. Maar het kan ook nog gekker. Ik zal je even een voorbeeld geven van hoe gek het kan gaan. Oh! Huh? Holy shit! Wow! Dit is knijtersdik. Heb je die van mij al gezien? Wow! 10-1 voor Enzo, hoor. Nee. Wow. Wow. Oh mijn god. Wow, deze is echt heel erg lijp. Klopt, echt ziek. Kijk. Nou, je ziet het, dames en heren. Dit is wel echt... Kijk, dit is wel hypewaardig, toch? Ook, dames en heren. Eerlijk is eerlijk. Deze is echt gruwelijk. Dus normaal gesproken met zo'n kaart, dus dan een 4-max. Dan doe je hem erin, in het hoesje. En dan doe je dit hoesje doe je weer in zo'n hele dikke plastic. Oh ja, die harde. Maar die heb ik niet. Oh. Dus we laten hem alleen even in de hoes. Kijk, ik snap het. Maar deze is wel echt heel erg lijp, hoor. Damn. Gruwelijk kaartje. Ja, lekker shiny. Die is zeker shiny. Lekker wolfie. Lekker wolfie, ja. Heb je deze dan al eens een keer gehad? Deze heb ik nog nooit gehad. Wow. Nee. Dat is wel beter. Deze heb ik echt gewoon helemaal nieuw. Ja, echt heel nice. Deze ziet er echt vet uit. Woef. Heel mooi kaartje, dames en heren. Hier ben ik blij mee. Deze is nice. Meestal zo'n goede kaart laat je in beeld liggen, weet je wel. Een beetje te flexen. Zo ja, van, ja. Okay, voor de mensen die dan nieuw komen en denken, wow, heeft hij die gepakt? Wow, yo. Flex. Nee. Die mag je wel weg. Kijk maar, jongens. Wat voor mijn flexkaart. Oké, maar dit was live. Wat is er? Oh, Blokfluit Kerst Boomkok. Dankjewel voor je 5 gifted subs. Wordt gewaardeerd. Dankjewel. En Adi, -123x, dankjewel voor je gifted sub aan Hidden Cucus. Dankjewel daarvoor. Thanks voor de support, mensen. We gaan nu door naar de volgende serie. Wil je die holo daar hebben, ja? Ja, dat is toch flexkaart. Ik zit even te kijken met dat licht. Oh ja, misschien moet ik hem gewoon naast jou. Nee. Wat handig is. Ja, maar dan komt hij op jou. Ja, de ene kaart, dat licht is wel handig. Aan de andere kant ook weer niet, omdat die die reflectie geeft. Iets zachter zetten. Kijken. Zo, misschien is dit beter zo. Deze is ook wel echt shiny, hoor, die van mij. Dus. Ja, die van jou is wel vet, hoor. Eerlijk is eerlijk. Die van jou is wel vet. Die van jou ook. Ah, dankjewel. Zo, dames en heren. Oké, we hebben hier de Fusion Strike. Zoals jullie zien hebben we de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfect, bro. Perfect. Ik zou zeggen, kies er 4 uit waarvan jij denkt dat er goede kaarten in zitten. En dan mag je die weer
Oh, daar hou ik van. Dat is lekker makkelijk. Ja, toch? Ja, waarom niet? Gewoon lekker simpel. Enzo, het is nog steeds 1-1. Klopt. Omdat Noël heeft 1 keer gewonnen met de Holo. Hey, de Peace. En ik heb 1 keer gewonnen met de V-Max. Nou. Oké, dus je maakt hem weer open met de Pokémon zo. En dan haal je dat kaartje eruit. Draai hem om. 1, 2, 3, 4. En dan hoppakee. Is dit pakje anders? Staat de muziek iets te hard, ja? Ja? Zo. Ik heb maar ietsje zachter gedaan. Ietsje zachter. Oh, muziek is goed? Oh. Er was 1 iemand vond iets te hard. Bim, 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 bim. De Beaver 071, dankjewel voor je sub. Justice BTW, dankjewel voor je donatie. Welke games ga je spelen vandaag? Ik hoop op FIFA of Warzone. Wij gaan sowieso op het einde Mario Party doen. En ik zit nog heel even te twijfelen of ik überhaupt nog wel een andere game ga spelen. Want, kijk, dat zijn wel familie-related. Alleen, dit is gras, dat is vuur. Zie je dat? Oh. Alleen, ik ga nog eventjes kijken of ik dat ga doen of niet. Daar zit ik dus nog over te twijfelen. Oké, laten we even kijken of Noël weer een puntje kan maken. Dit is de reverse. En dan nu komen we uit bij... Allebei niks. Jij hebt geen holo, ik heb geen holo. En dan is het gewoon niks. Dan doe je gewoon die reverse, doe je gewoon in een hoesje. En dan gaan we snel door naar de volgende ronde. Dan vergeten we deze gewoon. Dan vergeten we deze ronde. Oké. En dan doen we ook niet allebei een puntje erbij, want het was geen puntjes waardig. Dus ja. Hobby Spritex, dankjewel voor de 5 euro donatie. WhatsApp, grote fan sinds het begin en kijk nog steeds. Dankjewel Hobby. Dankjewel, wordt gewaardeerd. 1, 2, 3, 4. Omdraai die handel. Just so. Ik heb vuur, dus... Wacht je op mij? Jazeker. we gaan uiteindelijk op zoek naar die Charizard. Dat doen we bij de Darkness Ablaze. En het zou echt episch zijn als we deze kunnen packen. Oh. Ik heb er op zich wel een goed gevoel over, eerlijk gezegd. Meestal als ik dat zeg, dan is dat wel waar. En deze heb ik hem. Ja, die kan het dus niet, want dat is geen Darkness Ablaze. Maar gaat goed komen. Maar kijk, zie je wat voor troep jij daar zeg maar zo hebt? En zie je hoe mooi dit zo eruit ziet? Ja, hoe doe je dat? Ja, en dat zei ik dus tegen je. Je kan het beste alles een beetje ordenen. Met een prullenbakje bijvoorbeeld. Dat is zo mooi altijd. Als ik Pokémon kaarten openmaak, wil ik het altijd zo netjes mogelijk hebben met kaarten en zo. Zodat ik alles altijd bij elkaar heb. En bij Noël zag je echt een hele stapel van alle shit zo bij elkaar en zo. Gebeurt maar gewoon op elkaar. Maar maakt niet uit joh, komt goed. Het gaat erom dat je plezier hebt, hè. Dat is het belangrijkste. Groen. Oké, daar gaan we weer, dames en heren. Ik hoop dat we... Vet, hè? Maar het is niet dezelfde. Ik hoop dat we een keertje moeten ruilen. Knol power. Dat zou top zijn. Even kijken, nu zijn we hetzelfde. Ja. Oké. Probeer kaart iets meer zo schuin te houden. Dan heb je die reflectie. Zo. Allebei een bunny lijkt het wel. Vulpix, die is nice. Dit is een reverse en dan? En dan? Weer niks. Ja, maar zo kan het ook gaan. Maakt er niet uit, hè? Dat is gewoon, het is... Hey, maar meer leuke dingen voor later. Precies. Ja, zo bekijk ik het ook altijd. Als ben je nu al uitgekeken. pak al die Charizards al, ja. Ja, het zou wel ziek zijn. Ze zeggen dat bijvoorbeeld met vissen, dat als je gaat vissen en je hebt meteen je eerste worp, een vis, dan zeggen ze dat dat ongeluk brengt. En dat je dan de rest van de dag niks meer gaat vangen. Dus ja, ik weet niet of dat zo met Pokémon kaarten is. Roysteen 2020, dankjewel voor je sub. Hoppakee, gaan we weer. Ik heb een paarse. Hey. Dit betekent ruilen. De allereerste keer. Bij de eerste kaart? Ja. Oké. Nee, gewoon het hele pakje. Ja, bij de eerste kaart al. Ja, als we nu weer iets dubbels hebben, dan moeten we weer ruilen. Skaters Park. Ik hoop eigenlijk dat ik mijn pakje weer terugkrijg. Ja, heb je een goed gevoel over deze? Ja, ik heb echt een goed gevoel. Dat zei ik. Ja, dat is dus het vervelende. Als je een goed gevoel over hebt. Oeh, wel allebei een visie. Ja, niet dezelfde. Niet dezelfde visie. Ik had het net nog over vissen, dat is toevallig, hè. Oké, daar hebben we de reverse. Ik vind die van mij wel vetter, hoor. En dit is wat jij dus aan mij hebt gegeven. Ik wist het! Oh my god! Nee. Ik heb deze wel al in mijn verzameling, maar het is wel een hele dikke, vette Rillaboom T-Max, dames en heren. Echt heel duis. Oef. Nou, alsjeblieft, maatje. Hey, dankjewel, maat. Wordt gewaardeerd, wordt gewaardeerd. Dat is een hele dikke tweede punt. De eerste punt voor mij was ook al echt al een hele dikke.
Maar dit is ook een hele dikke. Dat is een hele boel. Hij smert er maar in, hoor. Het is echt een dikke. Deze. Ja, maar hij is gewoon echt dik. Heel nice. Hij is echt gewoon dik. Even kijken of hij goed is scherp gesteld. Maar wat is eigenlijk het poppetje? Wat is de Pokémon? Dat is de Pokémon, Rillaboom. Oh. En die heeft twee stokjes in zijn hand. En dat zijn drumstokjes en dit zijn drumstellen. Oh. Dus die doet waarschijnlijk tuk-tuk. Tuk-tuk. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. In de uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Alleen jij. Alleen jij. Volgende. Alleen jij maakt me blij. In de uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij, jij maakt mij blij. Fijn, hè? Ja, dat is mooi, hè? Ja, dat vind ik mooi. Vind jullie ook mooi, hè? Dat vind ik mooi. Heel pakje open. Oké, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Je hebt ook echt nog je holo-kaart daar liggen. Maar zo is die niet vet. Ik wacht op die goeie. Hup. Yes. Oké, daar gaat ie. Ruilen. Oh, oh, wat de heck, alweer? Ja, ik voelde het. Oh mijn god. Maar als hier nou ook weer een goeie in zit... Ja, dan heb ik weer een punt. Ja. Ja, dat is het enige vervelende aan dit spelletje. Dat je dan moet ruilen als je dezelfde hebt. Maar alweer Noëlse pakje. Oeh, schoolgirl. Ja, ik weet zeker dat we vanavond echt nog hele lijpe kaarten gaan pakken. 100%. Want weet je hoe ik aan deze pakjes ben gekomen? Ik ga dat vertellen na deze. Oh, alweer schoolgirl. Oké, doe jij nu maar eerst. Oké, dat is helaas niks. Oh, de Gengar. Fee. Alweer van jou. Geprankt. Leuk telletje. Oh, hier heb je me voor gevraagd. Ja, ik vraag nog wel om mee te doen en ik jat al zijn goede kaarten. Ja, maar deze is echt ziek. Sorry. Deze is ook echt nice. Van vroeger, Gengar. Die ken ik ook. Klopt, Gengar is ook van de eerdere edities inderdaad al. Ja, dat is een mooi kaartje. Dat is een mooi kaartje. Daar ben ik blij mee. 3-1, dames en heren. Maar hoe ik aan deze kaart kom, kunnen jullie de stream nog herinneren? Dat was op kerstdag, geloof ik. De 15 uur livestream. Het zou een 12 uur livestream worden, maar het werd uiteindelijk een 15 uur livestream. En in die livestream heb ik... 20, of was dat vorige week? Ik weet het niet meer. Ik ben in de war met de dagen. Maar ik heb in ieder geval een keer 20 Pokémon boxen opengemaakt. Dat was met Thijs laatst. En daar zaten allemaal van die celebration boxen in. Of dat was een celebration box van de 25-jaarse viering van Pokémon. En in die boxen zitten dan ook iets van 5 of 6 andere pakjes. En dat is dus dat een van deze edities. Fusion Strike of Battle Styles of Darkness Ablaze. En dit zijn al die pakjes die uit die Celebration boxen komen. En ik heb eigenlijk wel hele goede ervaring met alle kaarten die uit zo'n box komen. Die zijn meestal wel goed, heb ik het idee. Goed, okay. Dan gaan we nu naar de volgende waar ik het minst van heb. En dan gaan we uiteindelijk naar het meest. En dat is dus de Darkness Ablaze. Ja. Laten we dat doen. En dat is deze. Laten we deze wegdoen. En ja, die voor jou wil niet lullig doen, maar... Het. Zo. Oké, leggen we deze zo neer. Ligt er ook eentje bij jou. Hans. Even kijken, dames en heren. We hebben hier de Vivid Voltage. We hebben 1, 2... Ik doe ze gewoon op elkaar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22! 11. Perfect. Hoppa. Dat is echt nice. Vind je het goed, aangezien ik groot Pokémon Pikachu fan ben, dat ik alle Pikachu's eruit ga halen en dat ik die voor mijn rekening neem? Prima. Ja? Oké, dan doen we in ieder geval eventjes... Kijk, hier is bijvoorbeeld eentje. Ah. Eentje voor mij, 2, 3, 4... 5. Oké, dus heb ik 5 Pikachu gepakt en dan mag jij mij nu nog 6 geven. Mag jij zelf bepalen welke. Maar ik heb in ieder geval alle Pikachu's, zoals jullie zien. En laten we ook echt hopen dat hier een Pikachu in zit. Dat zou echt super dik zijn. Nu nog 6. Ja, nog 6. Dus dit is eentje. Appelboom 1, dankjewel voor je donatie. Hey Enzo, ik heb een grappig raadsel. Wat is de Nederlandse vertaling van Sharebox? Die grap had jij laatst ook aan mij verteld, toch? Of ja. Niet? Ja. Vind ik jammer dat je mijn grap... Deze grap had Noël al bij mij gemaakt. Maar ik moet even denken, want ik weet hem niet meer. Die helpt ook. Oh. Maar we
constant na te denken. Maar ja, hij is goed appelboom. Hij is leuk, hij is leuk. Ik ben de tel kwijt. Wat doe die grap? Drie. Nog drie erbij. Oké. Okay. Dat zijn er vier. Dan dit drie, hop. Ja, dat is een hele leuke, maar ik zei het niet op stream. Nee. Noël zei het. Ik was wel... Oei. Oké. Okay. Nou, daar gaat hij, dames en heren. Let's go. We gaan nu beginnen met de Vivid Voltage. Oh, de Vivid Voltage. Goeie. Oké, okay, de onderkant weer openmaken. Hop. Oké, 1, 2, 3, 4. Netjes. Nou, kijken of we moeten ruilen. Nee. Helaas. Gaan we. Oké. Okay. Swallow. Hoi! Alweer, bro. We moeten echt vaak ruilen. Ja, dat is top. Ja, ben je er blij mee? Ja, dat is top. Okay. Nee, ben ik niet blij mee. Nou, ik heb al twee keer een hele dikke kaart van jou genakt. Dus laten we kijken wat hieruit komt. Weer hetzelfde gebeurt. Is dit er... Oh, nee. Nee. Dit is de reverse. Ik heb Shuckle, die vind ik wel echt leuk. Maar achter Shuckle verschuilt zich... Oh, een holo! Oh, je hebt ook een holo! Oh, joh. Ik moest even goed kijken, maar ja, kijk hier. Oh my god, die holo Snorlax vind ik vetter. Maar ja, ze zijn allebei een holo. En aangezien het wel vette kaarten zijn, tellen we deze wel voor punten mee. Dus allebei een puntje. Oh, nice. Holo en holo. Maar die van mij heeft wel meer HP. Ja, dat is waar. Ik deed vroeger altijd op HP, hè? Maar die van jou slaapt gewoon 5 beurten lang. Ja, dat is waar. En doe gewoon 5 keer 50 damage. Ja, en dan, die van mij doet helemaal niks. Die slaapt gewoon. Ja, ieder puntje, hoppa. Ja, dat is prima. Nou, gaat prima zo, toch? Ja. Volgende. Holo Ball Neodal. Oké, daar gaat die Vivid Voltage nog steeds. Nou, dit wordt op zich nog een redelijk lange bed, hoor, kan ik je vertellen. Ja? Ja. Ik ga nog best snel, vind ik. Nou, moet je kijken hoeveel kaarten we hier nog hebben. Ja. Ja. Best wel veel. Helemaal leuk. Hier. Als je de handstand koopt, doe je dan ook echt een handstand in verband met je nek? Ja, zeker weten. Ik doe dan echt sowieso een handstand. Mijn nek gaat echt al veel beter. Gaat echt de goede kant op. Oké, daar gaan we. Ze hebben goed tempo. We gaan lekker. En gewoon doorpakken. Oh, what the heck? Ik heb Charizard. Ik vind die van jou ook echt zieker. Oh mijn god. Ja, alleen weet je wat het wel is met dit? Ja, jij hebt ook een zieke Pokémon, hoor. Die is ook echt, ja, die is ook echt super dik. Alleen, weet je wat het is met deze kaart? Ik doe hem wel in een hoesje, want het is Charizard. En het is wel echt een vette kaart. Alleen, het is niet holo of reverse of wat dan ook. No. Dus wat dat betreft doe ik hier geen punten voor. Dit is gewoon, het is wel een Charizard, maar maakt niet uit. Moet hij voor mij een hoesje? Nee, dat hoeft niet. Nee. Sorry, maatje. Ik gooi hem wel weg. Ik heb mijn antibiotica niet genomen, omdat ik geen antibiotica hoef. Want mijn antibiotica-kuur is afgelopen. En het gaat supergoed met mijn nek. Ik heb nog wel af en toe eens last van als ik erop lig. Maar ja, het is natuurlijk logisch. Het is gewoon nog een littekenplek. Dus wat dat betreft. Dus ja. Oké, daar gaan we weer. 4 kaarten omdraaien. Hallo Knolpower gang. Leuk dat je kijkt naar de stream, thanks. Thanks Levi voor je vuurtjes in de chat. Voel je de hitte, ja? Ik voel de hitte pas bij de Darkness Ablaze. Dan gaan we voor die... zieke Charizard. Oké, daar gaat hij. Let's go. Ik heb hier wel een goed gevoel over, jij? Ik ook. Ja, serieus? Ja. Oké. Dat zou mooi zijn als je hier wat dik spoelt. Dat zou wel fijn zijn. Ja. Oké, daar gaat hij, dames en heren. Bro, dit is al een special kaart. Echt? Serieus, als ik hierachter niks heb en jij ook niks, dan heb je alsnog gewonnen, hoor. Dan heb je sowieso een punt. Oké. Deze vind ik echt ziek. Ja, maar dat komt omdat dit heeft van die... Ja, ik weet niet meer hoe je deze kaart noemt. Hoe noemen deze kaart ook weer mensen? Dit is echt serieus een dikke kaart, hoor. Ik weet niet meer precies hoe het heet, maar het is wel heel vet. Maar wat is de kaart die... Oh, Amazing Rare, is dat het? Hyper Rare. Oh, een Amazing Rare. Amazing Rare. Yo, thanks Mario Kartje voor je... chat, voor de allereerste keer. Oh, het is een Amazing Rare of Hyper Rare? Ik weet het niet. Het is een beetje 50-50 wat gezegd wordt in de chat. Dat is wel echt ziek. Oh, een Amazing Rare zie ik nu. Oh, nu zegt iemand de Ultra Rare. Oké. Een Secret Rare? Secret Rare. Staat dat onderin? Nou,
Nee. Nee. Nee, ik zie het ook niet staan. Maar het is iets van een rare. Het is een rainbow rare. Oh, is het een rainbow rare? Mooi. Er zijn zoveel rares. Wow. Te veel namen. Gewoon een rare kaart. Hij is gewoon vet. Hij ik is... heb een vraagje. Nou? Komt deze dan ook echt uit 2020? Ja. Ja, maar dat is maar een jaar geleden. Het lijkt 2 jaar, maar het is maar een jaar geleden. Maar laat me zien de laatste die eronder heb. Komt-ie. Een Flareon. Ja. Nou, dat valt tegen. Dat is maar... jouw zien. Oké. Okay. Oh, nee, maar jij hebt gewonnen. Jij hebt gewonnen. Ja, hoezo dan? Ja, ten eerste, deze kaart heb ik al en ik vind hem op zich wel vet. Nee. Maar jouw kaart is wel specialer. Dat is serieus zo. Jawel, dat is echt zo. Chat, die Noël heeft gewonnen of niet? Die kaart van Noël is zeldzamer dan die ik heb. Toch, chat? Dat is echt zo, hoor. Wow, kijk hoe trouwens hoe deze heet. Hoor je, zeg je ja, hoor je? Kijk, Go Goat. Oh, Goat. Go Goat. Hey, oh, geniaal. Go Goat. Ja, zie, kijk iedereen ja zeggen. Dat is sowieso, hey, hier, Noël, sowieso. Niet. Dat is echt serieus een zeldzame kaart. Ik maak geen grappen met jou, hè. Lief. Bro, ik wil jou ook gewoon zien winnen. Weet je wel? Hey, love. Gewoon allebei omhoog. Maar mag ik hem nu daar leggen? Ja, ja, nu mag je hem daar in beeld leggen, 100%. Daar haal hij van mij maar weg. Oké. Okay. Dit is mijn trotse paardje. Ja, die is echt serieus goed, hoor. 100%. Kijk. Daar gaan we weer. Vivid Voltage, de volgende. Noah heeft gewonnen. Het staat 4-3. Hij maakt een kleine comeback. We beginnen in de veld te komen. En stel voor, wij beginnen aan de Darkness Ablaze. En we packen een Charizard. Ja. Als je een Charizard packt, ja. Dan krijg je hoeveel punten, mensen, bij een Charizard? Hoeveel punten? Laat het weten. Ik zie mensen 5, ik zie mensen 10. Ik zie de meeste wel 10, eerlijk gezegd. Dat is flink veel punten. 10 is veel punten, maar daar gaan we wel voor. Okay. Ik zie ook wel aardig wat 5, maar we gaan voor 10. We gaan voor 10. 10 punten als je bij de Darkness Ablaze Charizard packt. Mm-hmm. En dames en heren, hoeveel punten krijg je als je zo'n Secret Rare packt? Dat is zo'n gouden kaart, dat is een Secret Rare. Die Power Tablet die ik laatst een keertje had gepoeld, de Mew, de Secret Rare Mew die ik had gepoeld bij de Celebration. Hoeveel punten gaan we die geven? Want Secret Rare is ook echt super knap om te krijgen. Dus wat is daar het beste voor? Power. Is daar 5? 5 het beste voor? Ja, hè? Oké, dan geven we die 5. En heb je al eens een keer gedaan dan ja. als je de Pokémon op het pakje packt? Nee, daar doen we niks aan. Dat was leuk geprobeerd. Maar... 5 punten. Oké. Is goed. Oh, ik vind het wel een leuke. Ja, stel toch? Voor... Jij packt nu die, ja? Dan krijg je de dubbele punten. Oh ja, dan 2. Als jij wint met die kaart, hè? Oké. Okay. Dus als jij wint met die kaart, krijg je de dubbele punten. Dus stel voor, ik krijg nu die 4 kaart, deze. Ja. Dus deze. Ja. Stel voor, ik had deze dus gekregen en ik win met deze, heb ik dus in plaats van 1, 2 punten. Ja, vind ik leuker. Ja? Ja. Okay. Ja, dat is een leuke toevoeging. Moet je wel goed onthouden welk pakketje je zojuist hebt opengemaakt. Oké, dan gaan we dat doen. Let's go. Daar gaan we, dames en heren. Oeh, Charmeleon. Die was vet. Die was heel vet. Oké. Wooper. Wow. Pikipek. Oké. Nou nu? Ik krijg hem niet vanaf. Nee, ja. Was geplakt. Oh, we hebben allebei niks. Helemaal niks. Nou, helaas. Helaas. Helaas, pindakaas. Weggooien. Oké, dus allebei helemaal niks. Geen punten. Nothing. Nada. Noppes. Ja, reverse kaartje. Oké, dus als ik deze, Selby heet deze geloof ik, als ik deze eruit krijg, dan dubbele puntjes. Mikker die zegt, Enzo, ik ga stuk om de vlog met Luciano. Hey, thanks Mikker dat je de eerste keer een bericht getypt in mijn Twitch chat. En thanks voor het compliment over de vlog. De vlog is ook echt super leuk geworden, maar echt super leuk. En ik heb hier op mijn tweede scherm heb ik de vlog staan. En ik ben aan het kijken of die al klaar is met verwerken. Maar ik had om vijf uur had ik hem geüpload en hij is nog steeds bezig met het verwerken naar HD. Dus moet je nagaan hoe lang dat soms duurt. Dat is echt niet normaal. Oké, daar gaan we. Als dat een wedstrijd was, had ik gewonnen. En hey, je hebt ook de Goat. Hey, de Goat. Dat is echt geniaal, de Goat. Lukt maar. Oké, daar gaat hij. Okay. Oh, bro! Die is ziek! Oh mijn god, je hebt alweer een amazing rare! Dat was voor mijn pakje! Waar is dat pakje dan? Ja, maar was dat jouw laatste pakje? Ja, dit was...